Ik nodig uit meester Serena Munslag Asset. Goedenavond iedereen. Ik vind het bijzonder dat u hier aanwezig bent om over dit fundamenteel belangrijk onderwerp te praten, ons kiesstelsel. Suriname is op een kruispunt. We gaan of verder stappen maken richting ontwikkeling, of we gaan achteruit. Maar hetzelfde gaan we niet blijven. En de vraag is, wat zal het verschil maken om die stappen achteruit, om die stappen vooruit te maken? En om die vraag te beantwoorden, wil ik dat u kort illustreren met een foto, als u die foto in beeld kunt brengen. Op deze foto ziet u twee landen. U ziet daar Noord-Korea en u ziet Zuid-Korea. Noord-Korea is helemaal donker, behalve een puntje ergens. Dat is de hoofdstad Pyongyang. En daar woont de leider van het land. Daar is wel verlicht, maar de rest is niet verlicht. Zuid-Korea ziet u daar booming met licht. Deze twee landen hebben ongeveer dezelfde elementen, dezelfde ligging, dezelfde geografie, ongeveer dezelfde mensen. Maar er is een fundamenteel verschil en dat zit hem in het leiderschap. De manier waarop dat land wordt geleid. En u ziet dat leiderschap bepalend is of een land zal floreren in licht of zal neerdalen in duisternis. Zo belangrijk is leiderschap van een land. En dat leiderschap wordt gekozen onder andere op basis van het kiesstelsel. En daarom wat ik stel dat wanneer wij praten over de ontwikkeling van Suriname, is het kiesstelsel dat ervoor zal zorgen dat de leiders gekozen worden om de koers te bepalen van het land, zo fundamenteel belangrijk. Ons kiesstelsel, ik dank u voor die, u kunt dat van het scherm halen. Ons kiesstelsel dat is in 1987 ingevoerd, sindsdien niet gewijzigd. En op 5 augustus heeft het Constitutioneel Hof de bijzondere uitspraak gedaan, waarbij is beslist dat artikel 9 en 24 onverbindend worden geacht. Althans, er is geoordeeld strijdigheid tussen artikel 9 en 24 en de grondwet en verdragen. Artikel 9 gaat over de zetelverdeling en artikel 24 gaat over de vaststelling van de kiesdistricten. Het rechtsgevolg daarvan is dat deze twee artikelen onverbindend geacht worden en dus hun juridische rechtskracht hebben verloren. Uitgedrukt in kleingeld, ze bestaan niet meer. Dat betekent dat wij dus iets anders daar in de plaats voor zullen moeten brengen. En de vraag is, als niet dit, dan wat wel? En daar zijn we vanavond hier voor, om met elkaar te discussiëren over wat de oplossing is om te komen tot de wijziging van het kiesstelsel, een wijziging dat aanvaardbaar is. En om die gezonde discussie op gang te brengen, is het belangrijk dat we een aantal algemene uitgangspunten hebben en dat ga ik u kort ook voorhouden. Het eerste uitgangspunt is eigenlijk aangedragen door het Constitutioneel Hof, waarbij het Hof heeft geoordeeld dat wel overwogen. Om te komen tot een rechtvaardig stelsel zal leidend moeten zijn het beginsel van one man, one vote. Waarom? Omdat door dat beginsel de wil van het volk tot uitdrukking komt, zoals is neergelegd in artikel 55 van onze grondwet. Verder heeft het Hof ook overwogen dat een calculatiegelijkheid, mathematische perfectie ga je niet hebben in one man, one vote. Dus een afwijking van ongeveer 10% is daarin geoorloofd. Dus als wij willen komen tot een wijziging, die tevens één is die in overeenstemming is met onze grondwet en verdragen, zal hij op zijn minst moeten voldoen aan het one man, one vote beginsel. Dus alle andere filosofische zaken die daar buiten vallen, gaan nog steeds leiden tot een ongeoorloofd stelsel en het Constitutioneel Hof heeft intussen al meerdere zaken, dus ze staan niet verlegen om werk, dus een tweede toetsing van de kiesregeling, daar staan ze niet op te wachten. Dus willen we hem juist hebben, moeten we als leidraad houden. One person, one vote beginsel. Het tweede uitgangspunt
is heel belangrijk en dat is de urgentie van de zaak. Het onverbindend zijn van die twee artikelen brengt met zich mee dat op dit moment er gewoon geen bepaling is die de zetels regelt en ook geen kiesdistricten zijn vastgesteld. Daardoor kunnen er geen verkiezingen worden gehouden. Dus om de verkiezingen te houden, moet dit gewijzigd worden. De urgentie, heb ik gemerkt, is nog niet zo goed doorgezijpeld. En daarom wil ik heel kort daarin aangeven dat als die verkiezing niet mag worden gehouden de eerstvolgende op 25 mei 2025, zal dat desastreuze maatschappelijke, sociale, politieke en economische gevolgen hebben. Het land zal in een compleet rechtsonzekere toestand storten, ook op economisch gebied, omdat investeerders nodig hebben rust en stabiliteit. Een toestand waarbij mensen, ondernemers, investeerders niet weten wat er met de regering gebeurt, want er is geen legitieme vanwege het niet gehouden verkiezing, dat is gewoon eigenlijk een ramp. En bovenal in strijd met onze grondwet, omdat het een grondwettelijke plicht is om die verkiezing te houden. Kortom, het niet houden van de verkiezing op 25 mei 2025 is geen optie. Het moet worden georganiseerd. Dat brengt direct met zich mee dat we komen op het derde uitgangspunt en dat is factor tijd. De tijd dringt. Want we zijn nu ongeveer 2,5 jaar voor de eerstvolgende verkiezing. En het gaat niet alleen om dat je op 25 mei naar de stembus moet kunnen gaan, maar het geheel moet ook worden georganiseerd. En de minister van Binnenlandse Zaken zit hier en die moet ruim van tevoren kunnen starten met de organisatie van deze grote activiteit. En dat gaat betekenen dat je een redelijke termijn moet hebben wanneer, waarbij alle regelgeving in place dient te zijn. De vraag is, wat is redelijk? Er is al heel veel onderzoek verricht door zoveel Surinamers, ik noem ze de oude wijzen, die hebben een heleboel al uitgerafeld. In feite hebben we een toolbox aan materiaal en nu komt het eigenlijk erop neer dat we gewoon gaan moeten kiezen. We gaan een keuze moeten maken. En omdat er gelukkig al zoveel vooronderzoek is gedaan, is een termijn van ongeveer 3 maanden bijna aannemelijk om te stellen dat je wel een keuze moet kunnen maken uit de gereedschappen die er al zijn. Na analyses te hebben gepleegd, komen we tot de slotsom dat uiterlijk juni 2023 wil je een goede organisatie hebben van die verkiezing, moet je uiterlijk juni 2023 moet de wijziging van dat stelsel al rond zijn, aangenomen, afgekondigd. Want we kunnen niet in een onzekere toestand blijven. Nogmaals, het niet houden van een verkiezing is geen optie. Minister Somohardjo moet rustig zijn organisatorische werkzaamheden kunnen vervatten voor de verkiezing. Dan komen we op een vierde uitgangspunt en dat is het realistisch dat we dit van de grond gaan krijgen? Want voor de wijziging van die kiesregeling is 2/3 meerderheid voor nodig binnen het parlement, ook als we praten over een grondwetwijziging. Dus is het belangrijk dat in de discussie dat we wel realistisch moeten zijn en dan een realiteit tegen de achtergrond aan wat is maatschappelijk, maar ook politiek bezien, aanvaardbaar. Want als die 2/3 meerderheid niet kan worden gehaald, zal het daar ook niet van de grond komen, hoe mooi filosofisch het ook mag zijn. We moeten rekening houden met die realiteit. En dan kom ik op het laatste uitgangspunt, wat mij betreft het belangrijkste. En dat is de aard van die wijziging. Er zijn daarbij 2 hoofdcategorieën die ik zie. En dat is 1, we kunnen zeggen of we gaan doen een minimale wijziging van die kiesregeling, of we gaan naar een fundamentele wijziging. In die gemeenschap zijn er al gesprekken gaande, discussies en daar zijn er daar eigenlijk de meningen verdeeld over.
En dan heb je een groep die zegt van nee, laten we het minimale wijzigen. En wat houdt dat in? Het constitutioneel hof heeft gezegd, artikel 9 en 23, ja, die zijn in strijd met de grondwet en verdragen, dus die hebben geen rechtskracht meer. Laten we nu alleen dat veranderen. En dan gaan we de volgende verkiezing, dan verder met de ingrijpendere wijziging. Het is één opvatting, een minimale wijziging. Een andere opvatting die zegt, we kunnen misschien gaan naar een fundamentelere wijziging, waarbij wij ook die grondwet gaan wijzigen. Wat is de achterliggende gedachte daarvan? Wanneer je die fundamentelere wijziging doet, dan zou het betekenen dat je de grondwet ook moet wijzigen. Waarom? Hoe het kiesstelsel werkt, is neergelegd in de grondwet. Dat bepaalt, er is een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. En als je dat doet, dan kan je op een betere manier beantwoorden de uitdagingen waarmee Suriname kampt. Bijvoorbeeld, als eerste. De achterliggende gedachte van het kiesstelsel zoals we het nu hebben, zei men, en ik zeg zei men omdat er geen memorie van toelichting is bij die grondwet, het idee was dat de achtergestelde gebieden, om die te een bevoordeelde positie te geven, zodat die achtergestelde gebieden meer tot ontwikkeling kunnen komen. Toen zou ik die gedachte gaan kunnen begrijpen. Maar wanneer we nu kijken, 35 jaar verder, en we nagaan, wat heeft dit stelsel, die achtergestelde gebieden, opgeleverd? Wat is het resultaat? Dan komen we tot de slotsom dat die ontwikkeling bitter weinig is. Wanneer wij kijken naar de toestand van diverse gebieden in Suriname, zeg ik, het is ronduit schandelijk te noemen dat we al die jaren geaccepteerd hebben dat het zo voortgaat. Dat we al die jaren geen waarborgen in place hebben gebracht die die ontwikkeling kunnen garanderen. Dat hadden we niet zo lang moeten hebben getolereerd. Maar het is nu hier. En wijzigen we het fundamenteel, kunnen we dan waarborgen inbouwen die kunnen garanderen dat we erop kunnen toezien dat die achtergestelde gebieden daadwerkelijk tot ontwikkeling kunnen komen. Dan praten we direct over decentralisatie. En het waarborgen van het bestuurlijk bestel in verschillende gebieden. We kunnen dan direct ook gaan kijken naar hoe is de verhouding binnen het parlement tussen de regering en de president. Er zijn een aantal fundamentele punten in die grondwet die niet meer voldoen aan de eisen van vandaag. En dat is ook niet vreemd, want ook die grondwet is 35 jaar oud. Als u nagaat dat de grondwet ouder is dan ik besta. Ik zal u niet verklappen hoe oud ik ben, maar ik laat dat over aan de fantasie. Maar het is toch verschrikkelijk. En als het nog voldeed aan de eisen van vandaag, dan zouden we zeggen Allah. Maar helaas zijn er een aantal fundamentele punten waar dit op moet worden gewijzigd. Zodanig fundamenteel dat al in de jaren 90 er een commissie was ingesteld om die grondwet te gaan wijzigen. Sinds toen al waren we ook daarmee bezig. Het is ook niet vreemd dat ook regering na regering heeft beloofd, niet alleen de kiesregeling, maar ook de grondwet te zullen wijzigen. Kortom, die fundamentele wijziging gaat aan deze belangrijke vragen gaan voldoen. Hoe functioneert het parlement? Welke andere waarborgen moeten we inbouwen? Al die andere zaken, al die uitdagingen waarmee we te kampen hebben, kunnen wij oplossen. En dan zeg ik, wanneer we kijken naar die twee hoofduitgangspunten, een minimale wijziging of een fundamentele wijziging, dan stel ik, als we dan minimaal wijzigen, zou ik onder normale omstandigheden denken, oké, we gaan het faseerd aanpakken, maar helaas, voor wat het kiesstelsel betreft, is dat gewoon niet realistisch. Het is niet realistisch dat in de volgende verkiezing de volgende keer de regering het wel gaat oppakken. Immers, al 35 jaar zijn we bezig het op te pakken en het komt niet van de grond. Dus ik zeg, eenmaal we bezig zijn, laten we het zo goed als mogelijk doen, zodat we een fundamentele basis hebben gelegd, zodat wij niet meer hoeven te tolereren al die toestanden van decentralisatie achtergestelde gebieden. Meneer Tellef staat al achter mij te popelen, dus ik ga stoppen en ik laat u met dit.
Er is een bekende quote van onder andere John F. Kennedy die zegt: "If not us, then who?" Als wij het niet gaan doen, wie gaat het doen? Comma. If not now, then when? Als we het nu niet gaan doen, wanneer gaan we het doen? De urgentie is er en de tijd is aangebroken voor een fundamentele verandering van ons kiesstelsel. Dank u. Ik nodig uit dokter Hans Breveld als hij kijkt naar het kiesstelsel van 1975 en overige uitgangspunten van de wijziging van het kiesstelsel. Om te praten over het kiesstelsel van 1975, eigenlijk dat in 1975 nog werd gebruikt als uitgangspunt voor de verkiezingen. Maar als je praat over, over dat kiesstelsel, dan weten we, het is dus het kiesstelsel dat in 1967 werd voorgesteld en ingesteld. Maar dat kiesstelsel is weer het gevolg van een onbehagen met een kiesstelsel daarvoor, van 1963. En 1963 is weer het product van het onbehagen met een kiesstelsel van 1955. Dat kiesstelsel was weer, en zo blijven we in een vicieuze cirkel staan. En we blijven draaien in die vicieuze cirkel. En we hopen dat wij nu toch een kiesstelsel zullen kunnen produceren die langer, heel lang zal meegaan. Maar goed, maar ik zeg dus daarom, als u begrijpt waarom wij het kiesstelsel nu hebben, dan moeten we even teruggaan. En dan zeg ik, we gaan terug en we weten dat 1866 de eerste verkiezingen zijn geweest op basis van het census kiesrecht. We weten dat toen slechts 2,5% van de bevolking deel kon nemen aan de verkiezingen. Dat census kiesrecht heeft geduurd op basis van het census kiesrecht. Dat kiesstelsel heeft geduurd tot 1936. Toen naast het census kiesrecht ook het capaciteitskiesrecht werd geïntroduceerd. En daar was voor nodig een zekere kennis, een opleiding van tenminste de ambachtsschool of de ULO. Zo werd het toen genoemd. Dit beperkt kiesstelsel, daar kwam een eind aan in 1948, toen wat algemeen kiesrecht werd genoemd. Ik zeg, het is betrekkelijk algemeen, hè. Ga ik straks ook zeggen waarom ik dat vind. Maar in 1948 kwam dat stelsel dat algemeen werd genoemd. En we zagen het volgende. U projecteert de eerste slide voor mij. Ja, namelijk de 19 kiesdistricten die Suriname toen rijk was. Niet 9. Maar we zien dat er wat districten waren. En belangrijk wat we daar zien is dat Paramaribo met 34.000 inwoners 10 van de 21 zetels mocht afleveren. Terwijl de overige districten, dat waren en die hadden totaal 62.000 inwoners, die moesten genoegen nemen met 11 zetels te mogen kiezen. Wat we verder zien op dit plaatje is dat bestuurlijke kieskringen niet noodzakelijkerwijs overeens moeten stemmen met de politieke kieskringen. Want je hebt de bestuurlijke kieskring en je hebt ook de electorale kieskring. Maar het bestuurlijke district en het kiesdistrict hoeven niet noodzakelijkerwijs samen te vallen. Want we zien al dat in Suriname
er die drie districten waren. En voor zij die erg jong zijn, Suriname, dat is nu Wanica. Want dat kan ik me voorstellen, dat men vraagt, waar is district Suriname gebleven? Oké, we zien er is dus een overcompensatie van Paramaribo geweest. De ratio daarvan, want dat is belangrijk. Belangrijk is dat ontwikkelingen moeten zien in de tijd. En de ratio daarvan was dat de deskundigheid, de geschooldheid, vooral in Paramaribo zat. Dat was die ratio achter dit gebeuren. Als we de algemene en de argumentatie van mensen ook lezen. Mensen geven een andere invulling aan vandaag. Maar verder zien wij dat die Paramaribo een sterke rol heeft gespeeld. En we weten dat natuurlijk de leiders, de politieke leiders van die tijd, natuurlijk ook die macht wilden behouden. En dusdanig daarmee bezig zijn geweest. In 1955 zien wij dat er dan een ongenoegen optreedt met betrekking tot het kiesstelsel. Dat kiesstelsel dat trouwens heeft kunnen, het heeft een tijd, 1949 heeft het dienst kunnen doen, 1951 heeft het dienst gedaan, 1955 heeft het dienst gedaan, 1958 heeft het dienst gedaan. Maar in 1955 zou het ongenoegen heel hard blijken, ook door scholing. En dat is het belangrijke van scholing. Scholing van leden uit andere politieke partijen. In 1955 zien wij dat een geweldige politieke strijd uitbrandt. En die verkiezing tussen de Eenheidsfront en de samenwerkende partijen. De samenwerkende partijen zijn daarin waren verenigd, de NPS en de VHP als grote partijen. En het resultaat van de verkiezingen waren dat het Eenheidsfront met de KTPI 28.000, ik praat over ongeveer, het makkelijker voor u, voor de kijker en de luisteraar, 28.000 stemmen haalde en dat was 47% van de uitgebrachte stemmen, maar zij verwierven 13 van de 21 zetels. En dat is 62%. En dan weet u natuurlijk wie het slachtoffer daarvan zal worden. Want de NPS en de VHP haalden samen 30.000 stemmen, 2.000 meer. 50% van het aantal uitgebrachte stemmen. Maar verwierven 8 zetels, 38% van het aantal zetels. En dan betekent, en dit is dan de drijfveer voor de partijen, de NPS en de VHP, om later, wanneer ze de macht hebben, toch te gaan werken aan een kiesstelsel dat rechtvaardiger is. Ik geloof dat als we vandaag kijken, we kunnen kijken naar mogelijkheden van een duaal stelsel. Maar ik denk dat wat velen zeggen, de landelijke evenredige vertegenwoordiging, dat zou een mogelijkheid moeten zijn. Maar dan niet onconditioneel. Het zou een mogelijkheid moeten zijn, die landelijke evenredige vertegenwoordiging, met daaraan gekoppeld districtsraden met veel en grote bevoegdheden. Waardoor de mensen met hun eigen capaciteit in de districten hun problemen naar voren kunnen brengen en verdedigen. Maar daarboven heb je dan de Nationale Assemblée. Omdat we moeten toegeven dat er een zekere capaciteit en een zekere scholing nodig is om op het nationaal niveau te functioneren. Maar breng dan deze mogelijkheid, breng die mogelijkheid van de districtsraden versterkt. En over de resortraden zal misschien een commissie zich moeten buigen. We zullen moeten nadenken, als we kijken hoe de resortraden tot nu toe hebben gefunctioneerd, moeten we zeggen, laten wij dat ernstig
evalueren en kijken wat we daarmee zullen doen. Ik zeg tot slot dat het van belang is dat we kijken en wijzigen een kiesstelsel. Maar van groot belang is natuurlijk ook om te blijven werken aan het verbeteren van de interne partijdemocratie. En om dat te doen, moeten we vooral werken aan de scholing van de burgers. Het gaat niet anders. Een kiesstelsel is geen doos van Pandora. Een kiesstelsel gaat niet direct welvaart en voorspoed brengen. Het zijn de burgers en met name de kritische burgers die kritisch zijn op hun leiders, op hun vertegenwoordigers. Het zijn die condities die van belang zijn voor een welvarend Suriname. Ik dank u. Waar is een kiesstelsel voor? Een kiesstelsel is om burgers te vertegenwoordigen. Representatie van burgers en om slagvaardig bestuur te realiseren in verschillende gradaties. Er zijn een aantal hoofdvormen van kiesstelsel. Ik zal het heel kort houden, maar het is wel belangrijk dat iedereen dat denk ik wel begrijpt. Er zijn een tweetal hoofdvormen, evenredigheidsstelsel, waar dat straks over gesproken is, en het meerderheidsstelsel. Suriname kent ze allemaal. En inderdaad de combinatie van het evenredigheidsstelsel en het meerderheidsstelsel, dat is zeg maar een duaal stelsel. Dat zijn de enige doelstellingen die je aan een kiesstelsel moet relateren. Dat is representatie en dat is bestuur. Een kiesstelsel gaat geen economisch voorspoed brengen. Daar hebben we andere instrumenten voor nodig. Belangrijk om dat te weten. De eisen die je aan de kiesregeling kunt stellen, en die eigenlijk ook naadloos uit de uitspraak van het constitutioneel hof voortvloeien, is dat het dus een weerspiegeling moet zijn van de kiezers. One person, one vote is al gezegd. Districten met gelijke omvang van kiezers en de afwijking van 10% binnen de marge van de grondwet. Serena heeft dat denk ik wat breder al uitgelegd, dus het kan eigenlijk heel kort over zijn. Dat zijn de criteria waarlangs je de verschillende oplossingen aan kunt meten. En dan kom ik daarmee aan de opties, denk ik, die er mogelijk zijn om tot een oplossing te komen. Uitgaande van de uitspraak van het constitutioneel hof en de uitgangspunten, zowel die in zijn algemeenheid aan een kiesstelsel kunt stellen, als wel die voortvloeien uit het besluit van het constitutioneel hof. Het eerste is een wijziging van de kiesregeling SEC. Dat zijn die twee artikelen, 9 en 24. Hè, want die twee artikelen zijn strijdig met de grondwet verklaard. Je kunt je daartoe beperken. En wat betekent dat? Dat je Suriname van heel Suriname dus één kiesdistrict zou kunnen maken. Eén kiesdistrict. En een tweede mogelijkheid is dat er meerdere kiesdistricten zijn. Op dit moment zijn er 10 kiesdistricten. Maar omdat je dus zeg maar kiesdistricten moet hebben van gelijke omvang, zijn er natuurlijk heel veel varianten. We hebben één gezien, maar het kunnen 5 worden, maar het kunnen ook 50 worden. En het kunnen er 150 worden. Dus het is afhankelijk van wat je, hoe je tekent en hoe groot en hoe klein je die kiesdistricten zou willen hebben. Op zichzelf is de tweede variant B is dus natuurlijk mogelijk. Wat is het voordeel van het maken van Suriname tot één kiesdistrict? Dat is simpel. Het beantwoordt in elk geval alle voorwaarden van de huidige grondwet. Dat is artikel 61 voor de mensen die dat interessant vinden. Het heeft ook grote nadelen. Ik ben heel kort. Het versnippert. Er komen een heel groot aantal politieke partijen. Wat het moeilijk maakt om goed bestuur te voeren. En het gevaar inderdaad dat de regionale representatie die zo op prijs wordt gesteld, dus zeg maar de districten verderaf van Paramaribo, dat de vertegenwoordigers wat minder te zien zullen zijn in het parlement, is inderdaad mogelijk. En daardoor is het politiek draagvlak wellicht onzeker.
Meerdere kiesdistricten, dat is op zichzelf uitvoerbaar, het beantwoord aan de eisen van de grondwet, maar ook daar is denk ik het politiek draagvlak onzeker. Maar op zichzelf is het dus mogelijk om de kiesregeling, zoals u dus nu eruit ziet, met name die twee artikelen die lastig zijn, om die te wijzigen, dan krijg je deze twee varianten. Daar komt het eigenlijk op neer. En als je zeg maar dus in de studeerkamer een aantal mensen opsluit en ze niet buiten laat voordat ze tot een oplossing zijn gekomen, dan ben je er binnen 2 weken denk ik uit. Er is nog een tweede optie. Ja, die heb ik, ja. Optie 2. Ik weet niet of dat op het scherm kan komen. Maar optie 2 betekent niet de wijziging van de kiesregeling, maar de wijziging van het kiesstelsel. En om het kiesstelsel te wijzigen, kom je er dus niet met de wijziging van de kiesregeling, dan moet je de grondwet wijzigen. In artikel 61 is namelijk geregeld dat er een evenredige vertegenwoordiging moet zijn. En als je dat wat breder wil zien, als je terug wil naar een conglomeraat of naar meer mogelijkheden, dan moet je dus je kiesstelsel wijzigen. En dat betekent, Hans heeft dat al heel uitvoerig uitgelegd, het herinvoering van een duaal kiesstelsel. Van het duaal kiesstelsel. Dat hoeft niet op dezelfde manier zoals in de grondwet van 75 staat, artikel 52 voor de mensen die het interessant vinden, dat kun je natuurlijk actualiseren en aanpassen. Je kunt dus zeggen, het evenredigheidsstelsel blijft het uitgangspunt, zeker nationaal, en je kunt daar dan een aantal districten van uitsluiten. Een aantal districten kun je zeggen, maar in die en die en die districten wil ik voor een bepaalde tijd wil ik het meerderheidsstelsel als uitgangspunt nemen. Dat kan. Je voldoet natuurlijk zeker aan de uitgangspunten van het constitutioneel of wanneer je de grondwet wijzigt. Dus dat zou kunnen. Daar zit een optie in. Het voordeel van die variant is dat je zo lang mogelijk kunt tekenen, zo lang kunt tekenen dat je tot een oplossing komt. En die oplossing is denk ik heel erg belangrijk. Want let u wel, het stelsel heeft tot 1980 eigenlijk naar tevredenheid van iedereen gefunctioneerd. Er is in 1975, toen Suriname onafhankelijk werd, zijn er verschillende hoorzittingen geweest. Wat ouderen kunnen zich dat nog wellicht herinneren. En een van de items die er altijd uitkwam, mensen waren tevreden over het kiesstelsel. In 1977 hebben we dan ook verkiezingen gehad waar niemand over heeft geklaagd. Er zijn wel politieke problemen geweest tussen politieke facties, maar niet over het kiesstelsel. Bij eind maart 1980 waren er ook verkiezingen gepland met hetzelfde kiesstelsel. In 1987 is het plotseling verdwenen en hebben we dit kiesstelsel gekregen. Dus herinvoering van het duaal stelsel is mogelijk. En dan kun je tekenen. En de mensen die het heel erg belangrijk vinden om een bepaalde representatie te krijgen, ook uit zeg maar de districten die relevant zijn voor politici, ja, die kunnen daar een voordeel mee doen. En daar is ervaring voor in het land. De buitendienst sluit je aan bij een kiesstelsel waar iedereen tevreden mee was. Burgers en politieke partijen. En ik ben het met iedereen eens die zegt dat moet echt in 23 gefinaliseerd zijn. 1, om goede verkiezingen te kunnen organiseren. Maar je moet er niet aan denken dat je in 2024 nog over deze onderwerpen moet discussiëren. Want dan gaat het gewoon niet lukken. En we hebben erg lang gehad om erover na te denken. Ruim 30 jaar al denken we na. En het zou erg fijn zijn als maatschappelijke organisaties, media, burgers, politieke partijen zeggen we gaan het gewoon nu doen. Vooral omdat het niet anders kan. Dank u wel. In dit deel praat ik met mevrouw Urta Grootvaam. Zij is schrijfster van het boek Jij overleefde een pandemie. Welkom mevrouw Grootvaam. Dank u wel.
U heeft een boek geschreven, Jij overleefde een pandemie. Hoe bent u op het idee gekomen? Toen ik begon te schrijven, wist ik niet zeker dat het een boek zou worden. Ik schreef en op een dag ontmoette ik zekere heer Sedney, Vivian Sedney. En ik kreeg dus een ingeving dat hij die tekst moest lezen. Ik vroeg hem als hij het wilde lezen. Hij heeft het gecorrigeerd. En toen hij feedback gaf, was zijn reactie, je moet een boek uitgeven. En dat was dus een bevestiging van, hey, volgens mij moet ik er iets mee doen. Ja. Het boek gaat over, jij overleefde een pandemie. Het roept vele vragen op, want wie is jij? Ja. Dus kunt u ons vertellen waarover het boek gaat? Yes, als ik zeg jij overleefde een pandemie, heb ik het voor een groot deel over jongeren. Jongeren in de leeftijd van de MULO school, middelbare school. Ik heb het meer, het boek is meer naar hun gericht, maar zeker ook ouders. Het is geschreven tijdens de COVID-periode. En dit was dus een gepaste titel, Jij overleefde een pandemie. Maar dan gaat het dan niet over een pandemie, COVID-pandemie, maar over de vele uitdagingen, de vele dingen die jongeren meemaken, die ze dus kunnen overleven. In het vorige gesprek heeft u me aangegeven dat het om uitdagingen gaat waarmee jongeren geconfronteerd worden. En ik begrijp ook dat u dus eigenlijk in het onderwijs zit. U bent vaker in contact met jongeren. Dus u kunt ons een duidelijk beeld geven en ook wat u heeft meegenomen in uw boek. Wat de problemen zijn of uitdagingen zijn waarmee jongeren kampen. Ja. Inderdaad is dat zo. Ik ben van huis uit leerkracht, al iets langer dan een jaar directeur van HAVO 4. En vanwege mijn werk kom ik dus vaker in contact met jongeren. En dan moet je naar hun problemen, hun uitdagingen luisteren. Het zijn problemen van verschillende aard. Je komt kinderen tegen die depressief zijn, kinderen die een heleboel situaties, huissituaties, van alles. En al deze dingen dus komen in dit boek ter sprake. Wat zijn de meest belangrijke zaken, problemen, uitdagingen die u heeft opgenomen in het boek waarmee jongeren kampen? Depressie is één van ze. COVID, we staan er misschien niet bij stil, maar COVID heeft heeft deze kinderen ze hebben het zwaar gehad tijdens die COVID-periode. Ze gingen niet naar school. Het was een hele verandering voor ze. En een van de dingen die ik merk, depressie is dus één van ze geworden. Kinderen die bijvoorbeeld geen hoop hebben in hun toekomst, wat zullen ze worden met de economische situatie. En dit alles kun je terugvinden. Het zijn meer persoonlijke ervaringen die ik dus heb opgenomen. En middels met bijbelteksten heb ik dus geprobeerd de kinderen, de jongeren, erop te wijzen dat er altijd hoop is. Vandaar de titel Jij overleefde een pandemie. En de ondertiteling is dus, er is niets dat je niet kan doorstaan als je vasthoudt aan Jezus. Dus als ze dit boek lezen, kunnen ze sowieso zich terugvinden in hetgeen dat ik heb opgeschreven, maar ook zeker antwoorden vinden op vele vragen die ze hebben. Het boek is geschreven tijdens de COVID-pandemie. Wanneer heeft u het boek precies uitgegeven? Deze maand, oktober 2022. Yes. Ik wil eruit halen dat het niet echt onder de aandacht is gebracht van jongeren. U bent wel docent of een leraar. In hoeverre heeft u het al verspreid of jongeren het boek laten lezen? Ja, dus daarmee zijn we nu bezig. De heer Vivian Sedney en ik zijn dus bezig een beetje, mag ik het zo zeggen, promoten. Dat jongeren weten dat er iets is, dat er een boek is. En in de hoop dat ze het gaan lezen. Jongeren lezen niet graag, dat weet ik. En het is daarom heel kort gehouden, niet te lang. Het is heel klein. Een echte lezer heeft het binnen een paar uren al af. Dus, en het is ook niet duur. Want jongeren gaan geen duur boek kopen om te lezen. Voor de school gaat het al moeilijk wanneer ze moeten lezen. Maar dat boekje kost maar 60 SRD. En het is de moeite waard. Het is de moeite waard. Sowieso ook voor de ouders. Vaak zie ik dat ouders niet eens weten waarmee kinderen zitten. Ja? Dus als je de ouders krijgt op kantoor, dan schrikken ze soms van dingen die, waarmee hun kinderen kampen. Dus ook voor hun is het een aanrader.
net aangegeven dat jongeren niet zoveel of niet graag lezen. Maar ze zijn wel altijd bezig op social media. Heeft u eraan gedacht om het boek te digitaliseren? Sowieso te digitaliseren, ja. Alleen moet ik nog even kijken wat de mogelijkheden zijn hier in ons land. Yes. U heeft aangegeven dat het boekje 60 SRD kost, maar u heeft ons niet verteld waar de jongeren het boek kunnen halen of verkrijgen. We weten wel dat u het schoolhoofd bent van HAVO 4, dus hoe zal het aan de man gebracht worden? Yes. Dat kan, inderdaad, heb ik niet gezegd waar ze terecht kunnen. Ze kunnen het altijd bestellen bij mij op het nummer 766-4965. Ook bij de heer Vivian Setny, alleen ken ik zijn nummer niet uit mijn hoofd. Ik geef het misschien zo meteen weer wel door. Dat kan ook bij hem besteld worden. De boekjes liggen ook bij Weet Mij Lammeren en Majesty Bible Plus. Daar zijn ze wel iets duurder. Maar ik moet misschien ook erbij vertellen dat de opbrengsten allemaal zijn voor een goed doel. De opbrengsten gaan naar gemeente Brandesleven, die voor de bouw. Ze zijn bezig dus met de bouw. En daar gaan de opbrengsten dus naartoe. Yes. Ja, u vertelt dat de inkomsten gaan naar een bron des leven. Wat heeft het u gekost om dit boek te publiceren? Want eigenlijk denken we ook eraan, maar u moet toch ook iets eruit halen? Als een jongere dit boek leest en het ze heeft bemoedigd, heb ik mijn doel bereikt. Heb ik mijn doel bereikt. Ik ben niet uit op winst. Mijn winst is dat een kind wordt geholpen met dit boek. Als u me vraagt wat het heeft gekost, moet ik u zeggen dat wanneer je een opdracht krijgt, God geeft je geen opdracht en zonder dat hij voor een oplossing zorgt. En dat heeft hij ook gedaan. Alles dat ik nodig had, de mensen die ik nodig had, die me moesten helpen, heeft hij op een of andere manier op mijn pad gestuurd en het is gedaan. En voor mij is dat goed genoeg. Yes. We hebben uw doel gehoord van het boek, maar u bent dus ook leraar van huis uit. We weten allemaal dat jongeren een hele moeilijke periode achter de rug hebben. En nu zijn ze weer begonnen met de school. Heeft u een boodschap? Sowieso heb ik een boodschap. Jongeren, ze zijn nu al een poosje fysiek weer op school. Maak er het beste van. We hebben de afgelopen periode gezien dat een heleboel leerlingen nog niet geplaatst zijn op scholen. Er is tekort aan lokalen, tekort aan meubilair, tekort aan boeken, noem maar op. En de kinderen die al op de scholen zijn, vandaag nog zei ik aan eentje, je moet het zien als een voorrecht als je kan studeren. Toch? Maak geen grappen, maak je school af. Ook al lijkt het alsof er geen hoop is, je diploma is altijd een zekerheid om een treetje hoger te komen op de maatschappelijke ladder. Dus ik wil ze meegeven, zie het niet als een gek ding om op school te zitten. Maak er het beste van. Yes. Dank u wel, mevrouw Grootvam. Kijkers, jullie hebben het gehoord van mevrouw Grootvam. Ze is een schoolhoofd bij HAVO 4 en heeft een boek uitgebracht. Om het zaakje te steunen, kunnen jullie er contacten. En ze heeft ook aangegeven waar de boeken te verkrijgen zijn. Het is bedoeld voor een stichting... Brandesleven, ministries. Ja. En het allemaal gaat dus naar de bouw van die gemeente. Ik bedank u voor het kijken en tot de volgende week.